Dat zou kunnen inderdaad. Dat zou zomaar kunnen. Laten we daar maar niet, want het gaat om de kijkers. Even voor de mensen thuis. Wat doe en kan jij nou als medium? Ik ben geboren, ik ben eigenlijk ter wereld gekomen met deze gave. Dus ik zie en ik voel dus geesten. Als kind dacht ik altijd dat iedereen het zag. Goed, daar kwam ik aan vrij snel achter dat het niet is. Maar goed, dat is al een oud bekend verhaal. Dat weten de mensen eigenlijk al. En op het moment dat ik dus eigenlijk mensen aan de lijn krijg of mensen komen bij mij, dan weet ik dingen. Dan hoor ik stemmen in mijn hoofd die eigenlijk vertellen wat er met die mensen aan de hand is. En wat je dus zag in het programma, er is zoveel meer. Daar geef ik dus uitgebreide readings eigenlijk aan mensen. Dat zijn dus lange readings eigenlijk, waarin heel veel sterke details komen. Alleen nu zal ik me dus moeten beperken tot een korte vraag met antwoord. Dus dat mensen het ook weten van dat het echt om het antwoord gaat. En dat komt dan eigenlijk heel snel van boven door. Dus boven past zich ook aan op dit moment eigenlijk via mijn mediumschap aan de kijkersvragen. Oké, nou helemaal goed. Ja, er wordt onmiddellijk gezegd van je hebt een hele lieve dochter. Ja, dat klopt. Wordt er gezegd. Ze is geestelijk heel erg rijk. Ja, dat weet ik ook. Ja, precies. Een hele oude geest, wordt er gezegd. Ja. Ze heeft al vele levens achter zich eigenlijk. Ja. En wat ik ook doorkrijg is van dat je het eigenlijk uitstekend doet met haar. Ja. En wat ik eigenlijk ook doorkrijg is van er kan via haar geschreven worden op een of andere manier. Ja, dat doet ze, Schrijft zij soms automatisch dingen op? Ja, ze schrijft, intuïtief schrift noemt ze het. En als ze met vragen zit, krijgt ze op die manier ook steun, want ze heeft een heel moeilijk leven. Ja. Wat ik voel is dat ze heel moe is. Ja, dat klopt. Ze heeft MS, dus dat is een vermoeidheid. Dat is wat ik voel, ja. Wat ik doorkrijg is, er komt verbetering in. Ik krijg de bloei van het jaar door, dus daar gaan we nu naartoe eigenlijk. Dus echt... lente eigenlijk, dus ik voel dat ze dus helemaal er doorheen gaat komen. Dus ik voel dat ze nu dus toch wel een stap verder gaat komen. Ja. Wat ik doorkrijg is dat ze ook haar darmen, daar moet ze een beetje op gaan letten. Ja. Dus haar darmen die kunnen op een gegeven moment, daar kan ze krampjes krijgen. Ja. En daar moet ze eens op letten, want er kan een soort ontsteking komen. Nou, ze heeft een darmziekte, dus die ontstekingen die zijn eigenlijk regelmatig aanwezig. Oh, dat is wat ik doorkrijg, want ik krijg echt door ontsteking in de darmen, hoor ik. Ja. Ze moet heel voorzichtig zijn, maar er wordt gezegd eigenlijk mens van het licht. Ze is echt een... Het is toch heerlijk als je dat voor iemand kan doen, dat iemand zo opgenomen. Ja. Wat is nou het meest opmerkelijke bijvoorbeeld dat jij ooit hebt meegemaakt tijdens een reading? Er gebeuren eigenlijk altijd wel hele opmerkelijke dingen, maar dat ik dus eigenlijk... het was een tijdje terug nog eigenlijk. Toen gaf ik iemand van jullie redactie eigenlijk een reading aan de telefoon. Ja, die vreselijk onder de indruk was, heb ik begrepen. Ja, en toen zat ik dus aan de telefoon. Toen kreeg ik dus door van ik zie dat jouw moeder schildert. Toen zei ze dat klopt. En toen kreeg ik door van volgens mij is ze dus een lelie aan het schilderen. Dus toen heeft ze de moeder gebeld en ze was inderdaad een lelie aan het schilderen. Dus, dat zijn toch ongelofelijke dingen eigenlijk. Ja, bizar maar mooi ook. Ja. Ongelooflijk maar mooi. Ja, Robert, we hebben een tweede vraag. Okay. We hebben iemand aan de telefoon, denk ik. Wie heb ik aan de telefoon? Hallo. Hi. Zeg het maar. Hoi Robert. Ik had een klein vraagje. Mijn dochtertje van 8 maanden die zit in een gipsbroek, want die heeft een heupafwijking. En daar zit ze nu zo'n 7 weken in en we moeten er nog 6. En mijn vraag aan jou was of jij kan voelen of zien of het goed komt met haar heup. Is er iets aan de linkerkant? Ja, klopt. De linkerheup, Is het de linkerheup? Ja, klopt. Dat is wat ik doorkrijg. Ja. Ik heb het gevoel... Hoe lang zat ze hier al in precies? Ze zit er nu 7 weken in. We moeten nog een kleine 6. Oh, ja. zeg maar dat ze heel dapper is. Dat is als eerste wat ik doorkrijg. Ja, dat is ze ook onwijs. Ze is heel vrolijk en lief, ondanks dat ze in dat gips zit en geen kant op kan. Ja. Ja. Echt, ze is heel sterk. Ja. En ze is ook erg wijs voor de leeftijd. Ja, wat grappig dat je dat zegt. Dat zegt iedereen. Ja. Wat mooi. Ze verbaast de mensen om haar heen heel erg met hoe ze is. Ja. En het is dus een nieuwe tijdskind eigenlijk. Het is inderdaad wat grappig. Het is inderdaad ook weer een oude geest eigenlijk. Heel lief kind in. Zij zorgt inderdaad voor haar ouders eigenlijk. Want wat is een nieuwe tijdskind precies? Ja, dat is eigenlijk iemand, dat is eigenlijk een kind die al heel veel levens achter zich heeft gehad. Oh, dus zij, ze is al heel oud, haar geest is al heel oud. Ja. Dus een bijzonder kind. Ja. Wat ik zo doorkrijg is eigenlijk van, dit stabiliseert wel. Ja. Ze weet wel dat het goed komt. Heeft zij ooit een, is er ooit gedacht aan een soort steunzool of zoiets?
Nee, want ze is nog maar 8 maanden. En we hebben eerst een spruitbroek gehad, maar dat hielp niet omdat ze daar te sterk voor was. En daar wrong ze zichzelf uit. Dus nu zit ze dan in het gips en hierna moet ze waarschijnlijk weer een spruitbroek aan. Ja, want er wordt gezegd eigenlijk van als ze wat ouder is, denk ik dat er bedoeld wordt, dan moet ze eigenlijk een soort steunzooltje hebben. Okay. En dat moet eigenlijk aan de rechterkant, dus in haar rechterschoen, moet dat eigenlijk gedaan worden. Want ze is eigenlijk, ik heb zo'n gevoel van dat er een soort scheef lopen kan ontstaan eigenlijk. Ja. Maar precies, dat hebben ze al gezegd, van dat kan eventueel gebeuren, maar je weet natuurlijk niet, want je hoopt natuurlijk dat het nu verbeterd wordt met het gips. Ja. Ja. Ja, het wordt verbeterd. Maak je maar geen zorgen. Okay. Weet dat het goed komt met haar. Okay. Weet dat het goed komt. Er wordt ook gezegd van ze heeft later wel een soort steunzooltje nog nodig, maar ze komt er helemaal doorheen. Oh, wat fijn. Nou, gelukkig. Totale genezing. Oh, dankjewel. En ik mag een compliment geven. Heel goed hoe je met haar omgaat. Oh, nou dankjewel. Dat was wel even nodig. Ja, oké. Okay. Ja, geweldig. Nou, dankjewel. Ze heeft een groot tekentalent. Ja, super. Zou je nog merken? Oké. Okay. Oké, dankjewel. God zegent je. Okay. Bedankt en succes verder, hè? Ook, dankjewel, hè? Jij ook. Hoi. Nou, helemaal gerustgesteld. Heerlijk, toch? Ja. Zeg, Robert, als je zo, kan je ervoor afsluiten op een dag? Want hoe ga je er zelf mee om? Nou, het is heel, ik probeer het soms wel, maar het is eigenlijk 24 uur per dag. Doet het veel eigenlijk, is het bezig eigenlijk. Dus ik kan proberen, maar in elk geval, ik ben toch op aarde gekomen voor dat kennelijk. Dus ik kan proberen. En je hebt niet af en toe zoiets van, jongens, nou even stil zijn. Ik wil even rust. Nou, het gebeurt wel eens. Kijk, ik ben er voor de mensen kennelijk. De spreekbuis, zeg maar. Ja, jawel. Ik heb ook een privéleven natuurlijk, maar dat is, het is, ik zou Robert niet zijn als ik dat niet was, snap je? Het is net of een arm weg is dan. Komen dan ook al je vrienden naar je toe van, goh, Robert, mijn opa of mijn oma, heb je dat dan wel? Nou, kijk, het is natuurlijk wel zo van dat ook mag aan de ene kant van, ik help toch ook dan die mensen wel. Maar soms is het wel eens lastig van dat je vrienden tussen haakjes ook op je pad kunt krijgen, die dus inderdaad altijd het liefste met je om willen gaan om die gaven. En dat is niet, het is dus niet altijd om Robert zelf. Ja. En dat doet wel eens pijn, Ja, maar toch heb ik hele lieve mensen op dit moment om me heen, dus dat het allemaal goed gaat, klagen, zeg maar. Nee. En Debbie krijgt zweethandjes. Ja, ik voel dat er inderdaad ook heel veel gebeurt op dit moment. Ja, dus ik krijg helemaal zweethandjes. Ja, je reageert inderdaad. Ja, dat is een heel raar moment even, want de airconditioning, ik zeg het maar even voor de mensen, dat is voor mij ook heel vreemd. De airconditioning staat hier altijd heel erg hard en ik heb het altijd koud. Dan voel ik wel dat mijn voeten of zo koud zijn, maar ik ben heel heet van binnen. Ja. Ja. Daar krijg ik helemaal zweethanden van. Je wordt geholpen inderdaad. Ik zie ook inderdaad dat er heel veel energie dat wilde ik even zeggen. Ja, was gewoon even heel raar. Ja, nou genieten we van een bevoorrecht mens. Dankjewel. Dankjewel Robert voor je komst naar de studio. Voor de mensen thuis, ik ben een beetje van slag. Kijk even op de website www.lijn4.nl als je meer wil weten over Robert. Ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van Lijn 4. Ik vond het een heel mooi einde van deze aflevering. www.lijn4.nl nogmaals voor alle informatie, onderwerpen en de columns van ons. Voor de spellen verwijzen wij u door naar RTL tekstpagina 341. Morgen is Doeska de Lekker weer. Dan heeft ze te gast actrice Mirianne van Reden. En we gaan een kinderwiegje van hout maken. En Riek Tauwvik komt morgen weer lekker langs. Die gaat praten over de rich en de royalty. Dat en nog veel meer morgen in Lijn 4. Bedankt voor het kijken vandaag. Tot snel. Ja. Nou,